Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is dinsdag. Mark is op kantoor, dus Leandro is ook aan het les krijgen. Maar als hij me nodig heeft, spring ik natuurlijk eventjes die kant op. Hoe is het met jullie, Marielle en Sayen en Jessica en Samantha? Gezellig dat jullie er zijn. Hoe is het met jullie? Zoals jullie zien, heb ik weer een plot leeg. Het was niet zo heel erg moeilijk gisteravond om er iemand weg te jagen. Dat was echt sneller gedacht dan ik dacht. Maar ik heb met Priscilla een deal gesloten om weer Julie te zoeken. Even wachten, schatje. Aangezien ik vorige week mijn persoonlijke challenge deed, was ik Julie 3 keer, 4 keer tegengekomen ongeveer. Dus ze heeft me uitgedaagd om Julie nog een keer te vinden. Lukt het mij weer zo makkelijk om Julie te vinden? Ja of nee? Ik hoop het. Ik heb er zin in. En als Judy op mijn eiland komt, dan zou het echt super, super tof zijn. Maar hoeveel noemen tickets ik voor daar neer moet leggen, geen idee. Gelukkig heb ik genoeg noemen tickets voor om haar sowieso te vinden. Hoop ik. Wat is er, schat? Zo leuk, thuisles. Ja, volgens mij heeft de juf haar alweer gefixt. Dus dat komt wel goed. Ik heb 50 Noemo-tickets nu alvast in mijn pocket. We zullen zien of ik meer nodig heb, ja of nee. Een hele goede morgen, Mandy, Shawnee, Rocky. Judy is zo leuk, ik heb haar ook. Ik had haar ook op Mercia, dus dat is echt super schattig. Ik heb Judy ook. Een hele goede morgen allemaal. Nee, ik had Judy op Mercia en ik heb haar weg laten gaan. Omdat we de challenges deden. En aangezien ik er zo vaak tegen was gekomen met mijn persoonlijke challenge. Natuurlijk om uit Remis te zoeken voor dit eiland. Ben ik er 3 of 4 keer tegengekomen. Dus heeft Priscilla gezegd van ja, ik daag je uit om Judy nog een keer te vinden. Nou, voor hun challenge ben ik natuurlijk wel. Dan zeg ik natuurlijk van ja, natuurlijk gaan we dat doen. Dus we gaan nu Noematicket 1 gebruiken. En ik zou het echt super grappig vinden als ik haar al tegenkom op Noematicket 1. Want dan kunnen we gewoon verder met mijn eiland. Maar een hele goede morgen iedereen. Iedereen lekker geslapen, rustig ontbijt gehad. Kinderen weer naar school of zelf naar werk. Heel veel succes vandaag. Het weer zit echt niet mee. Het waait echt keihard hier en het is echt keiharde regen. En ik denk, ah, ben ik blij dat ik binnen blijf. Eens zien of je haar eerder vindt dan ik. Oh, ben je ook naar haar aan het hunten, Slita? Netjes. Ik hoop niet dat mijn stem te schor is. Ik vind hem anders klinken. Ik weet niet of jullie hem anders in de... Uit mogen slapen was 8 uur hier. Lekker. Wow, hoeveel onkruid zit hier al niet? Weer die krokodil, hè? Nee, mijn werk ging om 6 uur en ik ging er pas om 7:15 eruit of zo. Ik kwam er gewoon echt niet uit. Ja, want ik wil er niet uit. Maar ja, het is dat Mark naar kantoor moest. Anders waren we nog lekker later in bed gebleven. Ik heb er al in 12 gezeten. Was het Noemat ticket 12 dat je er vond? Nice. Ik heb ook een extra bakje koffie naast me staan. Ik ben echt benieuwd. Het zou wel leuk zijn als ik Judy weer op een eiland krijg. Want ik had Judy 3 of 4 keer gevonden. En Raymond ook 3 keer. Ik denk van, why? Ik denk, dan zijn er zoveel mensen die op zoek zijn naar Judy of naar Raymond. En ik krijg ze gewoon en ik ben er niet naar op zoek. Maar je zal maar net zien. Van, nu ben ik wel naar Judy op zoek. En ik vind er niet meer. Ja, altijd zwembad aan huis gewild. Maar deze ochtend denk ik er anders over. Oh, ja, ik zag je foto. Het is niet fijn, nee. Het is hier ook bagger. Ja, daar de regen. Het is donker, het waait. Nee, ik ben maar liever zomer. Oeh, tijgertje. Gaan we niet doen. Even kijken. Ready to go. Yeah.
Heb je deze hier alweer uitgewerkt? Nee, nu was het een of andere rare vogel. Nee, Daisy zit er nog in, maar het was gelukkig wel een persoon die bij dat huisje zitten van dat ze eruit gewerkt mogen worden. En ja, Judy die blijft wel een tijdje op mijn eiland, maar als ze weg wil, dan vind ik het ook. Thank you for the likes! Thank you for the likes! Oh joh, wat alles was... Die kans is groot, ja, dat je er nu niet tegenkomt. Nee, echt. Nu ben ik natuurlijk haar aan het zoeken. En dan denken ze ook van, nou, dat gaan we niet doen. Haha, 7 stemmen zeggen ja en 1 stem zegt nee. Leuk. Dankjewel voor de like. Dat werkt. Oh, Aurora. Die is ook leuk. Daar is dat terug. Even mama bellen. Is goed, liever. Dankjewel voor de like. Ben ik zelf. Yay, spread the love. Ik dacht even dat ze er weer uit was. Nah. Ze zit er nog in. Ik had een of andere rare struisvogel. Even kijken hoor die. Dankjewel voor de like. Thank you. Ik had een rare struisvogel, maar die is er weggegaan. Kijk hoor, hij mag nog weg. Die mag weg. Die uiteindelijk natuurlijk ook. Andy. Maar dat komt wel goed. Ik moet die huisje nog bij elkaar zetten. En dan is dat gewoon. Hup, weg. Weg, weg. Yes. Use a nook mat. Cijfer tik. Kijk nou. Oh, Notifel. Thank you for the Notifel. Thank you. Thank you for your share. That's sweet. Oh, my voice. My stem is echt niks. Ja, liever. Yay, spread the love. Je bent school aan het doen, toch? Je bent toch school aan het doen? Nou dan. Hi, dreaming hunting? No, not dreaming hunting. My dream team is already on my island. But if I am hunting for my dream team, I saw Judy a lot of time. So one of my moderators say I want to challenge you to find Judy again. So this is the challenge from my moderator. And she said if you find Judy again, you're happy. And that's true. So, now we are looking for Judy. I hope I say it right in English. Hallo, 192 dagen, Celita, nice. Marielle, 302. Vanavond 303. Na 8:30 s'avonds wordt hij bijgewerkt. Follow it, 266. Jessica, nice. Cool challenge. Goedemorgen, Francis. How are you? Who is it met jou? We zijn op zoek naar Judy dit keer. En als Leandro me roept dat ik even moet komen, dan moet ik die kant op. Marcus naar kantoor. En hij is al school aan het doen met de juf. Dus ja, yeah. Als ik die kant op moet, dan is dat even vooraan. Ja, al bijna 200 dagen. Netjes. Oeh, 200. Oh, jullie zijn super. I love it. Ik ga nog meer de followers zoeken. Tekst opeens zo snel. Maar heb ik een dikke bijgewerkt. That's so sweet.
Alleen maar die. Hallo lieverd. Hoi lieverd. Oh, ik heb hem wel weggewerkt. Ik zag dat ik net een appje van je kreeg. Ik zal straks reageren. Is dat oké? Oeh, bitches. Is not the one I'm looking for. Alright. 164 dagen. Netjes. Allemaal liefde. Allemaal liefde. Yay. Ik had mijn koffie in mijn handen en ik heb hem weer weggezet. Echt vol net omdat mijn stem gewoon bagger is. Maar we zijn op zoek naar Judy en gaat het me lukken, ja of nee? Ik vind het echt heel spannend. Well, good luck, your challenge, and have an awesome rest for your stream. German or Dutch is your... twinkle, I am indeed Dutch. Oh, Samantha. Zoe, we are Moe Wand, haha. Kissing face. Mwah. Thank you, Valley Bird. But yes, my language is Dutch. Your hair is white. Take it up. We are gonna fly. But thanks for your message. I hope I find Judy. Hoe is het met jou? Goed, nog een beetje slaperig, ook al zou je dat niet zeggen. Ik wou mijn bed echt niet uit. Mark is naar kantoor, dus als Leandro me nodig heeft, dan spring ik even die kant op. Hij heeft nu wel les via zijn juffrouw met de camera en alles. Geen idee hoe lang dat duurt. Soms zegt hij van, ja, ik snap het. En dan is het van, mama, kan je me helpen? I was thinking dirt, but I want one for... Nee, yeah, that's true, is right. Hoop dat het droog wordt. Hoop ik ook. Hey, I don't look for you. Goedemorgen, je bent lekker uit de verwarming. Ja, een hele goede morgen Jamie. Gezellig dat je er bent. Ik hoorde inderdaad de wind echt keihard waaien. Dus ik dacht echt van, ben ik blij dat ik thuis blijf. Maar ik hoop dat jullie wel een goede nachtrust hebben gehad en dat jullie de dag weer goed kunnen beginnen. Ben er weer. Dolly. Ja, hier ook. Vijf ook lekker de deur niet meer uit. Ah, oh, netjes Jimmy. Goed gefixt. Nee, echt lekker weer is het niet. Thank you for the like. This is fun. Thank you for the like. Ik zing niet meer in heel veel goed. Hey. Oeh, dirty stemmen die zeggen dat ik Judy vandaag ga vinden. En één stem die zegt van... Spannend, wat gaat het worden? Thank you for the likes. Weer opnieuw beginnen, helemaal nieuw. Marit, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou? Dankjewel voor de like. Ik ben alles plat aan het gooien. Oeh, valt mee. Hup, hup. Vanavond de deur uit, helaas. Oh, yes, mijn nieuwe wasmachine. Deze is straks de deur uit. Oh,
Eerst naar de dierenwinkel. Oh, maar ben jij ook weer alles plat aan het gooien, SK? Ik ben benieuwd. Spread the love. Deze vier verkoop. Halen. Zo leuk. Hij is ook super leuk. Ga je alsnog voor Judy? Ja, vorige week vond ik Judy heel vaak in mijn persoonlijke Dreamy Hunt. En toen zei Priscilla in privé van ik daag je uit voor om Judy nog een keer te vinden. Kijk bij jou hoor. Judy had ik ongeveer 3-4 keer gevonden. En ik vond echt balen dat ik die achterliep. Dus ja, dus ik was wel blij dat ze die challenge heeft bedacht. Heb je het ellig? Zullen wij bezig op te bouwen? Gezellig met je. Wij kunnen toch een nieuw eiland worden aangepakt. Ah, nee. Oh. Ik duim voor je mee, lieve CN. Start tussen 5 en 8. Ben, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou, lieverd? Sally, we zijn op zoek naar Judy. Gaat het me lukken om haar te winnen, ja of nee? Ik hoop het wel. Yes, maar we gaan het gewoon een leuke stream ervan maken met z'n allen. En we zien het wel of we er vinden. Maar hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik heb er zin in om Judy te gaan vinden. En alleen een beetje brak en moe, maar verder gaat het goed. Ook al zou je niet zeggen, want alsnog ben ik een stuiterbal, maar... En bij ons zat er een sok achter het rubber. Ah, dat is wel overwelend. Maar mooi dat het goed gaat zijn. Weer haaien. Hem kom ik echt ook zo vaak tegen. Ja, ik ga nu alles terug op zijn plek zetten en alles uitschreeuwen. Oh. En ik doe helemaal niks meer vandaag. Ik ben benieuwd wat je gaat maken. Ik ook. Want ik zag de plattegrond wat ze gemaakt had met die website. En dan ziet er echt zo gaaf uit. En dan denk ik echt van, oh, echt? Gaat het daar lukken? Dan denk ik echt wel super gaaf. Echt wel super gaaf. I wanna fly. En nu komt een kleine draak hierheen. Hij staat. Niet altijd. Hey, dankjewel voor dat like, Priscilla. Ja. Eerst helling gesloopt en eerst huisje wordt verplaatst naar het strand. Oeh, nice. Ja, vind ik ook. Kijk, het ontwerp duurt even ideeën maken. Gelukkig bestaat er Pinterest. Omdat ik met Priscilla die challenge heb gedaan. Ik heb me uitgedaagd om haar weer te vinden. Volgende week was ik met mijn dreamies bezig, toch? Ja, was ik toch met mijn 5 dreamies bezig? Toen kwam ik haar heel vaak tegen. En toen heeft Priscilla gezegd van ik daag je uit. Ga weer op zoek naar Judy. En dat gaan we doen toch? Weer? Ja, we gaan gewoon op zoek naar Judy. Nou, iemand? Ik ben gewoon zelf Judy aan het zoeken. Ja, ze hebben me uitgedaagd om Judy weer te vinden. Ik hoef vandaag niet te werken. Netjes zwem. Je lekker dakje vrij. Pas slecht weer. Ik heb geen dagje. Hoe gaat het met Leandra, vraagt Salita. Goed. Ik moet echt opruimen. Ah, Marit. Mee, dankjewel voor de like. Thank you. Wat is er schrik? Moet je die bladzijde doen? Die heb je al gedaan. Je moet alleen die noemen. Goed om te horen. Volgens mij is ze aan het blazen, toch? Met... Ja. Echt niet. Ah.
Nee, dan moet je lezen. Time for take off. Zo leuk als je partner op kantoor is en dan moet je het samen gaan doen. Ja, anders doet hij het en nu doe ik het. Hey, mama! Ja! Yeah. Oh, wat voor tekens! Ja! Wat een leuke pyjama heb je aan, Leandro, zegt ze. Hey, kijk uit. Ik heb nog... Nee! Iemand tot de borden hekken. Nou, omdat je dingen kan verwijderen uit mijn layout. Dit kan ik niet aanpassen, maar alles wat daar staat wel. Dan ga je dingen weghalen. Ah, oh, thank you for the follow, Indra. Gezellig. We zijn op zoek naar Judy. Gaat het me lukken? Ja of nee? Yay, spread the love. Oh, thank you for your share, Cheyenne. Oh, lekker kind is hij wel hoor. Dat is hij zeker. Hij was. Hier, kijk. We zijn aan het inschenken, toch? Yay, spread the love. Ja. Thank you, Cheyenne, for the love, yeah, Sherry. Thank. De eerste... Ja, ring. De eerste 10 zijn verbruikt. Indra, dankjewel voor de like. Thank you. Zo leuk. Kinderen die ook lekker thuis werken. Daarom zit Leandro er nu ook gewoon bij. Yay! Thank you for the share. Hebben jullie meer gezellig te heiden? Gekker. We gaan naar Numa Ticket 11. Even kijken hoor, lekker kind. Ja hoor, gaat lukken. Eiland 55. Oeh, 55. Dat is een mooi getal inderdaad. Yay! Okay. Thank you. Five. Ja, dat zeg ik toch ook. Ik hoop stiekem dat je haar ook met 12 vindt. Dat zou wel leuk zijn, want dan kunnen we verder met mijn eiland. 12. Ja. 12, ja. Hier. Daar. Dan moet je die zinnen met die... Dat is aan elkaar plakken. Kunnen we dat straks doen? Je cadeau is binnen. Even testen en dan komt jouw kant op. Priscilla, je maakt me nieuwsgierig. Wat? Dat is super lief. Wat ga je dan doen? Hey, knapper, zegt Jamie. Nou, okay. Zullen we dan zo voornuiten dan? Nee, dat is denk ik niet Jamie. Huh? Jamie. Je kan het, Leandro. Ja, je kan het aan. Niet dat... Kijk hoor. En, wat gaan we doen? Nee, die Jamie die heeft geen Facebook. Parkertje. Nee, ben ik niet. Oma die zegt... Ja. Hey, alles goed. Nee, dat is Marielle. Dankjewel, mam, for your life. Hey, alles goed, Lisette. Zeker weten. Een hele goede morgen voor jullie. Hoe is het met jullie? Ga maar even proberen te maken, Ali. I want fly! En we gaan naar Noemendal Dikke 12. Zou ze hier zitten, ja of nee? Salita had het gevonden op Noemendal Dikke 12. Ik ben benieuwd of het mij ook lukt. Ja, mooie liefde einde. Horrorverhaal. Tijd voor take off. Nou, hij heeft zijn drinken en zijn tussendoortje al naast me neergezet. Dus waarschijnlijk pakt hij nu zijn stoel om hierheen te komen. Houd ik, maar dat... Nee, dus je blijft maar hier lekker staan. Eindigt dus in een horrorverhaal. Maar jouw liefdesverhalen eindigen elke keer op horrorverhalen. Van een week al met je vaatwasser. En nu dan met je wasmachine. Oh, dat zijn de pixels die je ziet. Hoi Leandro, zegt oma. Hij is drinken. Kijk. Woensdag donderdag nog werken daar en de rest van de week en volgende week vakantie. Lekker Lisa!
Een welverdiende vakantie. Kan je ook weer lekker van je kleine genieten. Hoe gaat het daarmee? Heb ik dan ook vakantie? Nee. Nee, natuurlijk. Alles gaat E3, zeggen ze. Klopt. Alles gaat in 3. Yeah. Ik hoop dat met 22. Ja, 22 is mijn lievelingsgetal. Moet leuk goed komen, toch? En anders hebben we nog 69. En anders hebben we nog... oh, wacht. Eerst 13, dan 22, dan 69. En dan 122. Dank je. Wacht even. Dank je wel voor de like. Chantal, thank you. We zijn op zoek naar Judy. We gaan naar 13. 13. Goedemorgen, ik kijk dus de lessen van Celine gezellig mee. Gezellig. Nee. Leandani heeft net al les gehad en waarschijnlijk is hij nu klaar. En de volgende lessessie staat pas om 1 uur. Maar leuk dat jullie er zijn. Kijk hoor, ik ga vanmiddag op zoek naar een nieuwe villager. Dat is echt super leuk, Indra. Stukker, mijn stalker. Ik kom hem altijd tegen. En dan een stuk of 5 keer of zo. Nee, ik hoop het nog niet voor jou. Heel goed met de droppie. Je zou eerst weggaan. Van de parks, maar als alles dicht is, heb ik besloten. Ja, nee, dat snap ik. En tussendoor geen werk. Hebben we vanochtend al gedaan. Hebben we vanochtend al de dingen gedaan. Behalve... Hé, hey, je kan nog... Oh nee, wacht. Je hebt straks rekenen. 1 uur pas. En daarna heb je nog rood rekenen. Nee, meestal als ik ochtends stream of 's middags, dan is Mark met hem bezig. Maar die is nu naar kantoor. Dus nu moet ik alle twee bij doen. Maakt niet uit. Oh, thank you for the like. Jules, thank you. Een hele goede morgen, leuke pyjama. Ja, alleen hij wordt zo groot. Als hij zijn armen uitstrekt, is hij echt klein. Hij groeit echt super snel. Hij is ook mijn stalker. Lisa, dankjewel voor de like. Ach, ik moet zo gaan zitten, anders zie je niet. Ik moet de lamp even gaan. Yay. Down trees. No, I don't. Deze is ook leuk. Maar niet naar op zoek. Maar ik ben echt benieuwd hoe vaak ik Judy ga zien. Sowieso, als ik er één keer zie, neem ik er sowieso mee. Nee, dan moeten de stoppen eruit slaan. Klopt. Ik denk dat misschien nooit gewoon je pomp kapot is, Sayan. Ik hoop het niet voor je. En we gaan gewoon weer naar noemen ticket 15. Maakt niet uit, Johnny. Je probeert ook maar mee te denken. Leuke outfit, dankjewel. Het is mijn outfit. Tenminste, iemand anders heeft het gemaakt. Maar ik loop er zo lang mee rond. En vorige week, hoe heet dat? Was het Ajax kleding om Jessica te helpen. Omdat ze een deal had gemaakt met haar man. Moest ze in Ajax kleding lopen voor Animal Crossing Switch. Dus we hielpen haar allemaal. En dat is natuurlijk nu klaar. Dus ik heb gewoon mijn eigen kleding weer aan. En ik ben er super blij mee. Maar ik deed met alle liefde om Jessica te helpen. Nou, succes weer liever. Dankjewel, mama. Of je de waterkraan of zo'n marsmachine ook koken. Tenminste, dan start je helemaal niet meer. Hij pompt geen water meer af. Het water blijft vastzitten in haar marsmachine. Als je Judy al hebt gevraagd of ja gezegd, kan je dan nog steeds vinden met hunten? Nee, want dan heeft ze het huisje al, zeg maar, dat ze al in het huisje zit. Dan is je huisje al verkocht. Ben gaat vanavond al nog een afval kopen of daar iets van zit.
Dan is dat het laatste optie. En de pomp dan, als die niet meer afkomt. Oké, bedankt. Ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd, Rookie. Maar elke keer als iemand zei van... ja, ik kom bij je wonen. Dan ging ik terug naar mijn eiland. En naar het huisje staat er sold. Dus dat die al verkocht is. Dan kan je niet meer doorhunten. Dat zou wel grappig zijn. Yes. Nee, hij draait wel. Alleen het water komt weg. En ik deed het deurtje open. Het is een indoor zwembad. Ja, ik had het gezien met foto's. Ik denk echt slimmeke. Kerstie. Dat kunnen, nee, de wasmachine is zo oud, koop wel een nieuwe. Ja, dat kan je ook doen. Interact. Als je eigen naam kon kiezen, hoe zou je dan willen heten? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Ik heb hem al uitgekozen. Wil je hem beantwoorden, dan mag je hem beantwoorden. Wil je hem niet beantwoorden, is dat natuurlijk ook goed. Alles mag, niks moet. Je hebt even, we hebben ook gehad. Later die... Weet alleen maar wat ik toen heb gedaan. We hebben naar mijn andere stalker weer. Ja, we hebben weer sugar. Mijn positief... Even alles, hoe voorlopig mijn vloer en de keuken niet te peilen. Ja, ik moet dat ook nog doen. Eigenlijk doe ik dat denk ik heel snel vanmiddag. Want Mark is nu toch naar kantoor. Dus dan ga ik even snel dweilen. Dan zet ik Leandra gewoon op de bank. En dan ga ik heel mijn huis dweilen. Want dat moet echt nodig gebeuren. Mij zal Lily of Haley worden. Oh. Dat zijn wel mooie namen. Oh, Tim, een hele goede morgen. Hoe is het met jou? Even kijken hoor. Noem wat ik het. Gertje, dankjewel voor de like. Een hele goede morgen. Hier ook, joh. Oh, waar ben jij daar? Ik moet natuurlijk wel mijn noemmatticket. Ja, ja. Bijwerken. We gaan naar 17. Werkt perfect. Ah, je maakt me zo nieuwsgierig wat het is, Godzilla. Maar ik vind het echt super lief van jullie. Nou, daar ga ik ondertussen opruimen. Is goed, liever. Joyce, dankjewel voor de like. Een hele goede morgen. Heel fan van Clark. Clark is nice. Zelf in, knap ervan op. Dus jij zeker wel. Ik ben zo nieuwsgierig. Oh, dankjewel, Bullet Lady. Dankjewel, lieverd, voor de like. Maar je maakt me echt nieuwsgierig. Ik hoop dat PostNL of weet ik veel wat er voorzichtig mee zijn. ik ga morgen proberen een Night Before Christmas Diamond Pink te proberen. Oh, Solita, als die af is wil ik er echt een hele mooie foto van zien. Kijk in de app. Dat zal waarschijnlijk niet onze app zijn. Nee. En we gaan gewoon weer verder met Judy. Ik heb al 17 Noogma tickets gebruikt. Maakt niet uit hoeveel Noogma tickets ik ga gebruiken. De challenge gaat gewoon door. Priscilla die heeft me uitgedaagd om Judy nog een keer te gaan vinden. Vorige week was ik bezig met mijn persoonlijke dreamy hunting. En toen kwam ik Judy 3 of 4 keer tegen. Dus nu heeft ze me uitgedaagd. Dus we gaan aan de slag. Ik heb al 8, tenminste dit is mijn 18e Noogma ticket. En dan gaan we gewoon verder. Doe ik als het me lukt. Geef ik hem aan mijn beste vriendin. Oh, Solita, dat is zo lief. Ik denk de enige was die haar... aangezien de enige
gehad hier laten staan. Wel, iedereen zei meenemen, meenemen. Maar ik ben blij dat ik er heb laten staan, Priscilla. Want daarna kwam Monique. Het had gewoon niet mooier kunnen zijn. Het deed pijn om Judy achter te laten. Maar op het volgende eiland was... Monique. Dus ik was er hartstikke blij mee dat je nee had gezegd. Nice, Priscilla. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Dit is gek van Night Before Christmas. Dit is ook leuk. Heeft ze de DVD? Die heb ik nog naast me liggen. Ik heb een tas vol met DVD's en CD's die ik wegdoe. Yes, Nookma ticket. Echt, als er een update is, moet ze die Nookma ticket gewoon bovenin gooien. Als ze weet dat je Nookma tickets bij. Fijn voor ticket. Negatief. Hallo. How have you been? I am fine, thank you, Ivan. We are looking for Judy. I have used 90 Nookma tickets already. And we are going to look for Judy. Yep, en meerdere beeldjes. Oh, nice. Maar dat is leuk. Van de week was ik ook mee aan het zingen. Omdat ik natuurlijk de nummers niet mocht gebruiken. Was ik gewoon half mee aan het zingen. En toen hoefde ik alleen maar een paar teksten neer te zetten. En sommige mensen die al weten dat ik die aan het zingen was. Ready to go home. Ja, natuurlijk wil ik terug. Oh. Kom op, bij 22. Even kijken wat jullie al gestemd hebben. Verkeerde. 24 mensen die denken dat ik Judy vandaag vind. En één stem van nee. Oeh. Spannend, spannend, spannend. Ja, vind jij het ook spannend? Oh. Hi. Rank button. 20. Ik ook niet alles tegelijk doen. Deeltje heb ik haar gegeven. Oh, wat lief. Nice, I find the order to switch. Won't get heel de turn. But I'm excited to play some games on it. I know your feeling. And do you buy the Animal Crossing game? The game is so funny. A long time waiting. Yeah, it's indeed a long time. Yes, we use 20 Nookma tickets now. And we're going to find Judy. Yes. Do you like Judy or not? Ik was 3 dagen aan het zoeken naar even. Ik ben een hele week bezig geweest, volgens mij. Maar ik had er ook 5. Yes, go to home. Yes. But you buy the Animal Crossing Switch or the normal Switch? Hi. Hi. Yes, but I'm going to... Nice, nice. And if you want help, you can message Athena Jill. And I give you plot tips from the game if you are playing it. Yes. Just a normal switch. I have a normal switch too. And it is nice. It works. Yes, Dodo. Yes, we are going. Bye. I like it. Wow. Hope time flies. Yeah, time flies. I hope for you. Oh, Lionel. Isn't it Judy? May I do Moppy? Yeah. Scooter. Yes. Mayor.
hoorde je zo klikken, dus ik dacht, wat ben je aan het doen? I wanna fly. Heb jij heel veel hoedjes op? We gaan naar 22. Wat horen zij ze weer beneden bezig met het huis. Ik dacht dat het huis al lang klaar was. Gisteren waren ze echt heel veel aan het boren. Alweer. En jongens, wat gaan jullie vandaag allemaal doen? Het is dinsdag. Bij 20. Waar is Judy? Oeh, money island. Alweer? Volgens mij heb ik jou net ook al gezien. Ja, ik ga inderdaad morgen weer verder met de challenge als ik er niet vind. Volgens mij is dat de bedoeling, Papzilla. Om zo door te gaan totdat ik het gevonden heb. Goed zo straks opruimen en daarna zie ik het wel. Alright, time for me to go to sleep. Take care everyone and yourself. Great stream, Athena. Thank you, Ivan. And good rest and sleep. I wish you a great night. Thank you for being here in my stream. Nu eerst opstarten voor werk tot kwart over 2. Even middag schoonmaken. Nice. Tijd voor date. Ik ben aan het werk van 7:30 tot 2:30. Oeh, nice. En dan gezellig met mijn stream aan, jongens. Gezellig. Inderdaad, Judy moet komen, zeker na je reactie, is je eigen beloning na je harde werk. Aww. Elisabeth in the house, gezellig dat je er bent, hoe is het met jou? Nee, dus ik ga gewoon door totdat ik Judy heb gevonden. Moet goed komen. Kijk, waar ben je? Hey, die insect heb ik ook nog niet. Maar insecten doen we later al. We zijn nu op zoek naar Judy. You're already, yep. I'm so hyped. Dan met 44. Ja, ga jij elke keer voorspellen met hoeveel noemen tickets ik haar ga vinden? Dat vind ik echt leuk. Yes. Nee, maar als ik er vandaag niet vind, dan vind ik er hopelijk morgen wel. Want sowieso had ik rekening mee gehouden met de challenge van gisteren. Want stel, het lukt me niet de Noomba tickets af te maken, dan ging ik vandaag verder. En morgen pas de challenge doen van Priscilla. Maar ik was gisteren al klaar met de challenge, dus ik dacht van mooi, kan ik morgen gelijk beginnen. Ik hoop gewoon dat je haar snel vindt. Nee, nu zie ik die andere. Gisteren had ik die roze gevonden en nu zie ik die blauwe. Die zijn ook super schattig. Yep. Maar dat hoop ik ook. Maar we zullen het zien. Zolang jullie er gezellig zijn, maakt het me niet uit of ik er snel vind, ja of nee. Maar met jullie vliegt de tijd zo voorbij. Yes. Yes, you know what I got. Off. En we gaan natuurlijk weer naar de picknick vragen.
Het hoeft niet te beantwoorden, maar als je het wel wil, dan mag dat natuurlijk. Wie is de laatste persoon waar je gisteren aan dacht? De vraag is, wie is de laatste persoon waar je gisteren aan dacht? Wil je hem beantwoorden, mag het. Wil je hem niet beantwoorden, is het ook goed. Want your bad romance. Ja, leuk hè. Nee, ik was aan het kijken op YouTube van verschillende Animal Crossing tunes. En ik zag best wel veel leuke, maar niet degene. En toen vond ik die van Lady Gaga van Bad Romance. En dacht ik van, die moet ik doen. Want ik heb nog steeds geen nummer gevonden wat echt iets met de 100 te maken heeft. Met de serie, want ik heb natuurlijk Island Sanctum. Is van de 100. De serie de 100. De vlag heb ik al, de eilandnaam. Maar de tune kan ik niet vinden. Dus ik dacht van ja, Bad Romance. Dat is ook weer een andere thema van mijn eiland. Dus ik vind het goed. Jessica, omdat ik net toen ik in slaap viel. Ah, zo lief. Agnes dus. Met jou zijn deze coronamaanden zoveel leuker en niet zo lang. Ah, oh, Salita. Oh, die gaat vast. Die is super lief. Ik vind dat echt super lief. Maar ja, dat is ook... Hoe heet dat? Dat ik het streamen echt beter ben gaan aanpakken. Door de coronatijd. In plaats net die achter, dus mijn laptop wilde niet doen wat ik wilde. Ja, liever. Lekker ding ook. Wat heb je van me nodig? Ik ben lekker aan het slijmen. Ja, heb jij je tussendoortje al op? Nee, dacht ik al. Ik laat mijn laptop wilde niet doen wat ik wilde. Oh. Nee, maar toen ik dacht van... Toen jij zei Jessica, dacht ik... Oh, wat zo lief. Mijn ochtend en middag gaan zo van eerst. Oh. Ik moet aan de andere kant zitten. Dan is mijn gezicht wat meer lichter. Paperwork. We gaan weer nog wat tickets gebruiken. Ben benieuwd. We gaan naar 67. Yes, we gaan vliegen. Wie zal hier zitten? Wie zal hier zitten? Ik ga kijken wat de tussenstand is van de stem. 25 mensen zeggen wel en 2 stemmen zeggen nee. Ben benieuwd. Viergeld eiland, hoe vaak moet ik er wel niet komen? Ja, heb ik ook al best wel vaak gezien. Echt, ik voor de wind zo hard waaien. Ik ben blij dat ik thuis. Yes. Zijn op de wind. Ik ben altijd positief. Soms een beetje te vaak. Ik heb duidelijk deze op. Ik ben zo 8 uur wakker, maar... Oh. Maar dat is zo schattig. Zij is de tv aan het kijken, helemaal in het Frans en ontvieren. Oh. En dan zeggen van, nee, ik ben niet moe. Ik ben niet moe. Ach, dat wordt dicht. Maar dat het gewoon alweer dinsdag is. Tijd vliegt echt voorbij. Even is het alweer weekend.
Zij wil je naar bed? Nee, maar kinderen willen ook niet naar bed. Maar je bent zo moe. Nee hoor, dat ben ik niet. En dan is Leandro van... Nee, maar ik wil niet naar bed. Komt hij bij mij liggen en knuffelen en dan valt hij in slaap. En dan mag ik hem ook niet weghalen, hè? Want als ik hem dan in bed leg, dan is hij daarna weer wakker. En dan komt hij weer bij mij liggen en dan valt hij weer in slaap. Dat is al een paar jaar terug. I wanna fly. Yes. Doe mijn ticket. Yes, I'm ready. We gaan naar 29. Ik heb zin om er nog eentje doorheen te gooien. Ik vind deze vraag echt super leuk. Wat eet jij het liefst als ontbijt? Kwark. Kwark, kwark, kwark. Met koffie. Waar zit jij? Waar zit jij? Weer een kip. Ik wil geen kip op mijn eiland. Gaan we niet doen. Yes, I want to go home. Verschilt per dag. Ik weet niet. Goede vraag, geen idee. Ik kom bij het ook. Oh. Dat is het belangrijkste van de dag, kom bij het. Dertig. We gaan er nog maar dikke 30. Zal ze hier zitten, ja of nee? Ik heb het ook niet echt bijgehouden op welke Noema-ticket ze zat toen ik mijn persoonlijke hunt deed. Ja, sowieso, even kijken hoor. 200 en zoveel, maar ik heb er wel vaker gezien. Goedemorgen, ik ben eindelijk weer van de partij. Gaat op de geven. Dank je wel, Angela. Gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou? Een hele goede morgen. Spijt me, thee. Niet zo. Oh, balen. Hij is leuk. Maar hij is geen Judy. Zo, alles is gedaan. Nu lijkt het plat te barken. Oh, Sayan. Ik hoop zo dat het opgelost kan worden voor je. Echt waar. En we gaan weer vliegen. Goed, ik ga onderwijl lekker aan het opbouwen. Oh. Veel plezier met opbouwen. Animo, thank you for the like. Yes, spread the love. Oh, thank you, Nemo, for the share. Thank you very much. Hello, good morning. It's morning here. How are you? Nice to see you here in my stream. We are looking for Judy in Animal Crossing.
Yes. Ja, ik kan echt niet. Ik ben nu al kapot. Ja, maar als je vanochtend al heel druk bezig was met je wasmachine, is het toch niet zo heel raar? Dus ja, naar de volgende matieke. Yes, I wanna fly. Want to go home. Yes. Ik hoor het hier, waait alleen nog heel hard. Ja, ik hoor het hier ook nog hard waaien. Geen idee of het hard regent. Ik heb mijn gordijnen dicht. Als ik mijn gordijnen opengooi, dan voel ik echt zo die kou naar mijn hoofd gaan. En dan krijg ik koppijn. Nee, dankjewel. Dat weet ik ook, wat kleine dingen. Ik ga het morgen. We zijn al bij Nukmatieke 32. Oh, weer die zagrijnige beer. Ik ga hem niet doen. Verkeerde beer. Ik heb Judy nodig. En dan ga ik hem gelijk verwennen. Met cadeautjes. Yay. Echt, ik ben zo benieuwd in hoeveel niemand ik het haar zal vinden. Yes, we are going to fly. Ga zo mijn tussendoortje even snel eten. Ik heb het over tussendoortje en ik hoor Leandra gelijk ook weer zo. Dat je ook weer je koekjes aan het grijpen was. Ik zag wat roze. Maar was het een olifant? Olifant! Ook van jou. Dat je ook weer aan je koekjes eten was. Goedemorgen Roy, hoe is het met jou? Heb je hem al op? Oh. We zijn op zoek naar Judy. Aangezien ik vorige week mijn persoonlijke challenge deed en ik kwam best wel vaak Judy tegen, zijn we een challenge aangegaan om Judy nog een keer te gaan winnen. Heb school, ga school, heb nu pauze. Dankjewel voor dat like. Succes op school! Hè? Maar jullie school gaat dan wel door? Hoi. Hier. Ik ook even snel het tussendoortje nemen. Ik heb examen hier en zit op de lijkschool. Ah. Gaat wel goed komen. Ik kom hem nou ook weer tegen. Yes. Maar ik zit nu volgens mij ergens op 20 februari. En er ligt nog steeds sneeuw. Dus ik denk inderdaad dat sneeuw weggaat op ongeveer 1 maart. Maar heb je vandaag ook weer examen? En ik vind het trouwens ook knap dat je diamond painting af hebt gekregen. Volgende keer niet meer zeggen wie jij gaat hun. Misschien helpt het wel, ja echt hè. 5.
Dag met 25 sneeuwweg. Cool. Nog 5 dagen. Ik zit niet op 20 februari. Maar sowieso ga ik hem weer terugzetten als ik jullie gevonden heb. Nee, gisteren graag een plek. Ah. En nu begonnen met panda. Ja, volgens mij heb ik hem vannacht gezien of vanochtend vroeg. Maar ik ben weer in slaap gedonderd en daarna niet meer eraan gedacht. Nee, jou zoek ik niet. Jij bent geen Judy. Al 35 noem ik wat tickets gebruikt. Verder. Met hoeveel noem wat tickets denken jullie die dat ik ga gebruiken? Voor Judy. Op welke noem wat tickets zou ik haar vinden? Ongeveer. Nog niet per se precies te klein. Want Sayani zat er van de week ook eentje naast toen ik Diana vond. Dus ongeveer. I wanna fly. Yes. Ik doe even mijn webcam uit zodat ik mijn koekje snel op kan eten. Ja, mooi zwart is niet lelijk. Heb ik het snel gedaan of heb ik het snel gedaan? I wanna fly! Maar ik ben ook snel. Wat eet jij zo als de sportje? Iga! Cookie of banaan. Maar nu had ik gewoon een haverkoekje met aardbeienvulling. Appel, zoiets. Gewoon gezonde cookies. Yes. I wanna fly. Yes. We gaan naar 38. 38 noemmatickets. Maar Judy is elke noemmaticket waard. Want zij is echt zo leuk. Echt hoor, ze bellen nu allemaal in de op.
Oh. Tijd in het algemeen kan. Oké, want het is perfect. Nee, ik haal meestal banaan of vanillega koekje. Doortje. En voor Leano is het geen stars meer. Ik gewoon reclame te maken voor Liga en Verpretter. Aha, ja hoor. Deze had ik gisteren nodig. Ik had hem gisteren nodig en dan kwam ik hem niet eens tegen. Au, au, au. Kan ik challenge nog? Yes. Ja. Ja. En lekker. Een winactie met Judy. Althans, zit aan te komen. Er is nog hoop. Ja, maar. Ik moet hem zelf vinden op een normaal eiland, toch? Nee, ik denk dat ze gewoon die winactie voor anderen moeten doen. Dit is niet voor mij. Ik hou me er buiten. Ik doe wel mee, gewoon voor de gein. Maar ik hoop eigenlijk dat iemand anders hem wint. Maar super leuk dat er nu een winactie komt in de groep. Mensen, als jullie nog een super leuke Animal Crossing groep wil met leuke winacties, catalogparties, knuffelmarkten, alles op en eraan. Goed verzorgde acties, dan is de Animal Crossing VIP Plus groep voor jou. Dus wil je weten waar je de link kan vinden, dan kan je Priscilla aanspreken, want ze zit in de chat. Renate, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou? Beter houden als positief. Sowieso moet je je positief voelen, schatje. Anders kom ik naar je toe lopend en dan geef je een knuffel. Mark is toch op kantoor. Ja, is goed hoor. Mooi zo. Veertig. Yes, let's time. Heb even pauze. Oh, het schiet niet om met opruimen. Wat dan, Marit? Is mijn stream te afleiden? Ben je al bij 55? Nee, nog niet. Ik zit nu op de 40. Dus je hebt nog 15 nog tickets voordat ik pas op de 55 zit. En lukt het een beetje op werk, Renate? Okay. We gaan weer een leuke vraag tussendoor gooien. Wil je hem beantwoorden, mag dat. Wil je hem niet beantwoorden, is dat natuurlijk ook. Niks moet, alles mag. In te werk. Wat kan jou echt ontroeren? Muziek, lieve woorden en film. Zo. Dat kwam er ook al heel erg makkelijk uit. Tot vanavond werken. Oh. Oeh, nee, dat is het verkeerde. Dat is gelukkig tot 13 uur. Nice. Meer als genoeg. Mooie films, lieve mensen. Films, series. Muziek. Muziek. Enige. Echt? Zit jij niet te janken onder films? Op dit moment alles. Oh, Samantha. Oh, te snel gedronken. 41. Yep.
Maar dat komt wel goed. Filmpjes van... Oh ja, daar zit ik ook soms van om te huilen. Als ik zulke filmpjes zie op Facebook, dan is het echt van nee, ik wil het niet zien, ik wil het niet zien. Maar ik ga het toch kijken. En ja hoor, daar zit ik weer te janken. Ik heb vanmorgen een paar treintjes gelaten door mijn wasmachine grote steek te laten. Dat snap ik. Ik zou ook gaan janken als mijn wasmachine het niet meer deed. Met werken. Oh, Francis, succes met werken. Gaat je lukken. Girl power. Succes. Echt, dat deuntje blijft in mijn hoofd zitten. Dat heb ik ook. Ik ga skippen, maar kijk toch. Klopt. Ook al is het elke keer ongeveer hetzelfde, ik weet wat er gaat gebeuren, maar alsnog raak het je. Dan heb je elkaar zo lang niet gezien en dan die kinderen die eindelijk de vader of moeder weer zien, dat is gewoon hartbrekend. Ja, ik ben gelukkig blij, papa, alleen. Snap ik, zei je. Hier komt een flight op Noema ticket 42. Dus bijna de eerste 50 Noema tickets zijn gebruikt. Ik ga nog even naar de stemmen kijken. Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Oeh, 29 stemmen zeggen ja en 3 stemmen zeggen nee. Oeh, lala. Ik ben benieuwd. Nou, en iedere avond naar ouders. Archie, inderdaad. Miffy! Die had ik bij Mercia als eerste bewoner. Zij is best wel grappig. Tot hoe laat ga je streamen? Tot 12 uur. En dan ga ik met de kleine donder eten. Yes. En als het nu niet lukt, dan zet ik de tijd gewoon terug. En dan gaan we morgen verder. I wanna fly. Kleine donder nog wel. Yep. Dat zeg ik zo vaak tegen hem. Maar soms komt ook echt een donder in huis. Ja, dat blijft ook even. Maar Archie is ook mooi. Nee, maar ik stream tot 12 uur. En daarna pauze met Leanne. Zeker. In het weken lopen gaan op me. Ik heb Hartje 1 keer gezien en ja, dan zat ik ook gewoon te huilen. Dat was zo een mooie lieve film. Even kijken, weer een appie, die zoek ik niet, we zoeken 3. En vanmiddag lekker rust. Leandro is sowieso om 1 uur nog school. En daarna moeten we nog wat andere schoolwerken doen. Buiten de schoollessen van camera. Ja. Ik heb rust. Ik heb nooit rust. Maar streamen is voor mij ook gewoon ontspannen hoor. Ook al is het wel geestelijk. Heel wat. Maar ik vind het zo geweldig met jullie. Mijn tijd gaat zo snel met jullie. Twinkle, little star. Oh, Shawnee. Come up, Judy. Four leaf clover. Four leaf clover. Oh, so sweet. Thank you. Yeah.
Mij ook met jou. Maar wat ik vanmiddag doe, geen idee. Nog 6 hierna. En dan heb ik de eerste 50 gebruikt. Even kijken, waar ben jij? Daar. Nee, is niet de juiste. Geen beertje. Geen roosbeer. jullie kennen me te goed. Ik ga vanmiddag lekker naar de stal. Nice. Ik hoop dat het dan beter weer voor je is. En dat het niet zo hard waait. Dat is met je zoektocht. Ah, Pien, dankjewel. Ik heb al bijna 50 noemen wat tickets gebruikt voor Judy. En daarna gaan we gewoon verder. Denk jij dat het gaat lukken? Dankjewel voor de like. Yes. Yes. Time for dick off. Oh, hierna nog 5 Noogma tickets en daarna pakken we gewoon weer een hele zooi nieuwe. Yes, okay, good flight, my friend. Als jij gaat streamen vanmiddag ben ik. Of was. Ik had al zo'n idee toen ze thuis met Leandro. Daarom vroeg ik vanmiddag rust. Beertje! Alleen de verkeerde beertje! Beertje? Oh, nou moet ik denken aan Monza dan ik. Ik vond Audi in 2 Noogma tickets en Sharp had ik 50 Noogma tickets nodig. Nice. Maar Audi in 2, dat heb je ook heel snel gedaan. Sharp in 50 is ook nice. We rijden er te veel omheen. Dat doe ik altijd. Dat vind ik leuk. Maar ik wou om 11:30 neer gaan zetten. Oh, dat is een andere vraag neerzetten op mijn fik. Liever moet gaan op Zinnel. Dankjewel Roy en succes met school. Het gaat je lukken. Time for take. Ja, was een verrassing dat ik zo snel vond. Ja, dat snap ik. Twinkle, twinkle, little star. Dankjewel, Renata. Wel, please, hier van Doc Nog met J-Stream. Mik mo at zo, we're working. Heart, 2 hearts, 2 hearts. Oh, opmerkingsfacette. Thank you, that's sweet. Dat is mooi. En we kennen je langzaam te goed. Dat. Welke vraag? Dat zie je om 11:30. Maar succes voor iedereen die weer naar de les moeten en die moeten werken. Dat was hem niet. Daar is Judy. Yes, we gaan terug. We gaan naar de volgende Noogma ticket. Max vind ik er toch op 55. Dat is wel best grappig. Gierig jij. Ja, echt hè. Maar 11:30, dus nog een uurtje. Yes. Beetje. Even, 40. Yes, use this one again. Time for Jacob. Yes, ik ga vliegen. Gelukkig ben je niet de enige. Ik heb mezelf al gewoon al privé geëfd. Lekker ding.
Oh, heerlijk dit. Appa. Nog beter. Ik heb mijn Noema ticket wel. Wolfgang! Yes, you can. Je vliegje. You're ready. Nee, ik ben niet ready. Tuurlijk ben ik ready. Kom op. Maar succes voor de mensen die weer naar school moeten en die moeten werken. Yes, we are going to fly. Ach, 40. Use Noema ticket. Het zou wel grappig zijn als ik er op 55 vind. Maar het is hij van, je vindt er op 55. Gaat het lukken? Ja. Nee. Dankjewel voor de like, Lena. Dankjewel. Thank you. Thanks for the like, Francis. Dankjewel. Hier zie ik Wolfgang, nu zie ik Dobby. Hop. Hij vliegt hier sloffen door de kamer. Wat mijn... Oh, ik wil vliegen. Oh, lekker kind heb jij. Oh. Ik wil er echt een keer een dag lenen. Ik ook. Ik denk dat Leandra zich echt wel vermaakt met haar. Echt wel. Met het dochtertje van Shawnee. Was opbouw gaat redelijk snel. Dan met jou op de twee. Oh, Angela, dat is nice. Ja. Tegen 49. Ik vind het echt niet goed. Weer harder. Nee, lijkt me echt wel. Een week wilde ik hunten voor Daas Eiland Merengue. Rara, wat deed ik? Haar meenemen? Of liet je er staan? Merengue heb ik ook al een paar keer gevonden. En ze is best wel... Voor mij heb ik er 2 keer gevonden tijdens mijn persoonlijke hunt. En gisteren bij de Friends Hunt vond ik haar ook 1 keer. Wacht maar tot je... Maar haar laat... Oh, dat is cute. Maar niet Judy. Meenemen. Goed gedaan. Merengue is lekker. Met aardbei. En ijs. Nee, echt goede merengues. Yum yum. Aha. Ah, oh, dat is echt geniaal, zei je. Echt waar. Oh, we gaan naar de 50. Noema ticket. De ene kans wel niet. Okay. Altijd. Hele. De andere. Laten we. De andere wil ook altijd delen. Dat komt dan goed. Gaan ze gewoon lekker lief spelen. Nee, volgens mij heb ik nog een grote Duplo blokjes of zo. En anders grote autootjes. Ik weet niet waar ze mee speelt. Anders heb ik ook nog 1 Barbie pop. En dan een popje. En heel veel knuffels. Dat komt dan. Mijn 50ste Noema ticket. Zal ze hier zitten, ja of nee? Nop, ze zit er niet bij. Ga naar huis en nog meer 50 Noema tickets pakken. En ik doe het gewoon weer 50, wat makkelijker te rekenen. Wat heb jij op de wereld gezet? Een wonder. Ja.
Nee, maar dat is leuk. Oké, nog even 50, moet ik mijn tickets pakken. En dan gaan we gewoon weer verder op zoek naar Judy. Judy. En echt, het eerste wat ik ga doen is zorgen dat mijn huis goed... zie Monique staan dan. En Daisy is bezig. Ja, lijkt me juist geweldig. Echt aanleren. Oh. Lekker bezig dan. Ook wat ik get, where are you there? Ik weet het, ik heb kakkerlakken rondlopen. Lang leven time travel. Maar sowieso heb ik geen spullen nog in mijn huis. Dat ga ik pas doen als mijn huis echt goed gaat. En daaromheen ook. En ik heb weer nieuwe dingen zitten verzinnen voor mijn huis. Ik ben benieuwd. Ik blijf bezig. Als neef 4 maanden ouder, die heeft absoluut... Als ding. Waar ze boos en gaf. Bang. Oh. Even kijken hoor. I wanna fly. Heb jij je huis nog steeds? Nee, ik was van de week bezig met de huisjes van mijn dreamies. En ik heb dingen zitten denken over hoe ik mijn huisje wil. Ik wil er een kasteel en zo van maken aan de buitenkant. Dus daar was ik mee bezig met de verhoging en zo. Alleen dat werkte niet. Ah, Tim, dankjewel voor de like. Dus ik moet nog wat verzinnen voor mijn huisje aan de buitenkant. En dat komt ook wel goed. Ik heb heel veel ideeën. Alleen ja. Nu nog uitwerken. Maar dat komt wel goed. Eerst straks even kijken hoe die huisjes staan van mijn dreamies. En hoe en wat ik wil met tuintjes en alles. En dan moet ik... Oh. Hey! Miereneter, die zoek ik niet. Engel en draakje in 1. Van zo'n liefde. Even kijken waar er staat zijn vinger van. het is ook nooit veilig als de eentel stil is. Nee, dat zei je. Van de week had ze gewoon een portemonnee gepakt. Ik vind het nu al geweldig, alleen al door de verhalen. I wanna fly. Oh, 30 mensen hebben gezegd dat ik Judy ga vinden en 4 mensen zeggen dat ik haar niet ga vinden. Yes, we're gonna fly, my friend. Oeh, ben ik je vriend dan? En ik vind het weer leuk. Tijd voor een picknick vraag. Ik wou zeggen picknick. Volgens mij heb ik zin om met z'n allen te gaan picknicken. Interact. Hoe belangrijk is social media voor je? In deze tijd heel belangrijk. Oh, eigenlijk meer angstaat dingen. Kost zoveel energie. Ja, dat kan ik begrijpen. Stukker! Mijn stoker, ga weg! Op dit moment heel belangrijk. Zeg ik, op dit moment heel belangrijk. Heel belangrijk. Cool, wat had ik die antwoorden niet verwacht.
vind het niet zo belangrijk eigenlijk. Yay. We gaan weer naar de volgende. Judy, show yourself. Hey, 50. Zoek mijn tickets. Ik ga niet zonder zorg dat ik geen buiten kwam. Klopt, dat heb ik ook. We gaan naar 53. Ik ben bijna bij 55, Marit. Ik hoop dat jij het gelijk hebt. Yes, we gaan er opzoeken. Waar ben jij? Een of andere raar konijntje. Die zoek ik niet. We hebben nog 2 tickets tot 55. Ik ben benieuwd of mij het gelijk heeft. En zo niet, gaan we daarna gewoon verder op zoek. Totdat ik Judy wel heb. Even kijken. Maar ook lesjes te maken. Het gaatje Luke en Priscilla. Ook weer. Oh. We gaan naar 54. Use nog maar tikken, natuurlijk. Time for tikken. Ja, je mag inderdaad altijd appen. You know that. Ook al is het s'avonds laat en ook al slaap ik. Gewoon appen. Het is stil, dus mij wakker maken. Kan niet. Maar dan ben je tenminste wel even happy. Ik weet niet meer, ik begin honger te krijgen. Oh. Even nog. Ja, dat snap ik. Leuke hormonen. Oh, kom ik hem ook weer tegen. Volgens mij wordt hij mijn nieuwe stalker. Zo vaak als sukker komt hij niet. Klopt. Oh nee. Gewoon staat 4. Even aan. Mij ook, maar afgeleid stil. Yes. I wanna fly. 55. Nou Marit, your ticket is 3. Echt, ik ga echt lachen als het inderdaad 55 is. Yes. Ik voel het. Wie is er nog? Ik dacht van ik roep je gewoon. Ik weet niet of je bezig bent. Ja. Oh, Patilla, dat is zo sweet. Hey, hij wordt ook mijn nieuwe stalker. Hij zie ik ook heel veel. Maar, sorry Marit, toch niet. Hij was niet op nummer 55. Dus, wat voor ticket wordt het dan wel? Ik heb echt geen idee. Ik ga gewoon door totdat ik Judy gevonden heb. Nu heb ik mijn tanden in. Nou, oké, dat klinkt wel heel fout. Nu ik in tanden in Judy. Nee, gewoon in de challenge. Ik ga er vinden. Yes. Dat is de 50. Werd je trouwens geantwoord? Ik zag het, lieve schat. Hughes noem me. Vriend. Toch ook social media, lieverd.
Ik heb ook weer teruggereageerd, Claudia. Ik knuffel. Ja, logisch. Wasmachine. Oh, klopt. Ik ben mijn moeder en ik was echt een hele. Oh, nee. Oh. Moet je alles gaan wassen bij je moeder? Nog een vraag erin gooien. Ik vind het zo leuk. Correct. Boing. Wat uit het verleden zou je willen ontmoeten? Pipo de clown. Ik hou niet van clowns, maar hij is leuk. Mijn broertje. Hele lijf lekker verleden. Wat denk Bassie en Aria. Ja, die is inderdaad wel leuk. Ja, waarom jank je haar? Ja, maar dat hebben wij gewoon als vrouwen. Zijn we gewoon emotioneel. We zijn lang sterk genoeg geweest. En even later janken we gewoon om niks. En daarna gaan we gewoon weer lekker sterk verder. Niks mis mee. Woman power is the best. Yes. We kunnen het, dames. En soms janken gewoon om niks. Maakt niet uit, toch? Maar inderdaad, het verleden, laten we het verleden. Dus, ik gooi er nog een andere vraag doorheen. Want dat vind ik leuk. Interact. Hoe denk je dat anderen je zou zien als je voor het eerst ontmoet? Deze is echt een leuke vraag. Hoe denk je dat anderen jou zien als je ze voor het eerst ontmoet? Oh, spannend. Wat, wil je die beantwoorden? Mag dat? Wil je dat niet? Natuurlijk ook goed. En we gaan weer naar de volgende Noobmatticket. Ja. Oh, waarom zei je? Was toch super leuk en lief. Denk aardig, maar het is houdend. Oh, dat is inderdaad geen goede combinatie. Maar je komt er wel doorheen, lieve schat. Ik denk dat we me wel als een leven kennen. Dan is het rennen. Oh, ik ben benieuwd.
Oh, ergens zit er weer een konijntje. Hij is niet goed, maar hij heeft wel de kleding aan van die roze en die... roze en die blauwe kleding. Alleen in het zwart. Dat roze en het blauwe konijntje, die hebben stipjes met roze en blauw. En hij heeft gewoon zwart met stipjes. Alsof we niet. Echt. Je hebt me al ontmoet, mensen, dat scheelt. Wauw, die paar seconden voor mijn deur. Maar ik ren niet weg hoor. Ik doe lekker gezellig mee. We gaan naar 59. Tijd nodig om te ontspannen. Ik heb echt geen idee. Mijn hoofd doet altijd idee dat... Oh, dat voelt echt wel goed. Nou, morgen weer een paar seconden voor je keer. Yeah. Nice. Waar ben jij? Appie! Je zoekt geen Judy. Judy, waar ben je? En volgens mij is de wind nou waar we gaan liggen, want zoveel wind hoor ik niet. Of is die zachter en wijdt het nog steeds? Geen idee. Goedemorgen, ik zocht er ook vier mee bezig geweest, want dan noem het... Hopen dat je er vindt. Een hele goede morgen, lieve Melanie. Ja, ik heb er vorige week met mijn persoonlijke challenge heb ik er vier keer Adriker tegengekomen. Ik moest haar laten staan. En toen heb ik Monique mee gevonden. Hoe we dat kunnen vinden. Dus die heb ik natuurlijk meegenomen, want zij is een van mijn dreamies. En ik heb Judy daarna moeten laten staan. Dus toen zei Priscilla van, ik daag je uit om Judy nog een keer te gaan vinden. Zo ja, dan neem ik haar natuurlijk mee. Ik ben nu bijna 2 uur aan het streamen en ik heb er nog niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door tot ik er heb. Want met Sherry. Ja, met Sherry was ik volgens mij ook 2,5 dag mee bezig. Dat wij niet meer horen. Hier altijd hetzelfde zeggen. Ja, ik was bezig met mijn persoonlijke challenge. Dus aan de ene kant ben ik wel blij dat ik haar toen niet mee heb genomen. Want het eiland daarna zat echt gewoon... Oeh, Marina. Het eiland daarna stond Monique. Dus ik ben wel blij dat... hoe heet dat? Dat ik haar heb laten staan. Anders had ik nooit Monique gevonden. Yes. 2,5 dag. Mm-hmm. Maar het is volgens mij korter, want... Even kijken, ik heb nog wel het lijst. Ik had Tiffany gevonden op 123. Monique had ik al heel snel gevonden op 96. Gigi, die heeft me 313 gekost. Sherry, 268. En Diana, 123. Dus ja, hoeveel we voor Judy gaan... gebruiken. Geen idee. Maar dat gaat wel goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Was het nu? Nee. Nee, inderdaad. We gaan er nog maar ticket 61. Yes. Nee, en wanneer ik Judy vindt op welke Noekma tikken, dat zie ik wel. Maar sowieso gaat ze bij het startje van de bewoners die in en uit mogen vliegen. Natuurlijk voor de challenge. Want mijn dreamies, die heb ik al een vaste plekje gegeven. En misschien komt Judy ook gewoon in mijn vaste team. Ik moet alleen gaan kijken hoe ik dat ga doen en of ik dat ga doen. Maar dat laat ik jullie wel stemmen. Ik hou minimaal een uur, denk ik. Oh, ik niet. Ik les de oren echt van je kop af.
In het begin zou ik wat stiller zijn, maar net als vroeger, nee. Ik ben gewoon mezelf en ik klets gewoon. Mag je me niet, mag je me niet, mag je me wel, mag je me niet. Ik ben wie ik ben en als... Ja, ja maar dan. Ik kijk altijd de kat uit de boom, totdat ik uit de boom kom. Mijn gevoel zegt de hele tijd 92. Dat mag ook, want ik ben op 1992 geboren. 92 mag ook. De eigenaresse is thuis, dus ik sluit af. Is goed, Salita. Was gezellig dat je er was. Ja, liefie. Dan. Fijne stream nog. Dankjewel, lieverd. Als ik mij ontmoet, zakelijk... Even wachten, schat. Ik ga vliegen. Eén momentje. Leandra, roep me. Eén moment. Weer. Ik sluit me niet op, want ik vind het heel gezellig met jullie. Ik word zondag 29. Nice! Ik in mei. That's nice. Even kijken. Alweer haar. Ja, maar dat zijn ik en Mark ook hoor. Mark en ik zijn ook tegenpolen van elkaar. Ja, een beetje ook. Nog maar ticket geprijsd. Nee, we gaan naar 63. Yes. Time for take off. La 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 la. Echt, dat deuntje blijft in mijn hoofd zitten en een nummer ook. Gewoon echt erg. Nou, mijn viewers zijn op 22, dus laat dat geluk geven. Judy, are you? Oh, 31 mensen die stemmen omdat ik er ga vinden en 7 op. Kan je ook niet zo echt heel erg goed zien, aangezien het sneeuwt. Maar wie vindt haar leuk? Of hem? Ik weet niet of de man of vrouw. Kijk, wolven niet heel snel. Ja.
Ja, maar dan ben ik ook stil, hoor. Zeker vorig jaar. Toen waren we op vakantie met zijn collega's. Is dat Sky of weet niet? Dan is het Sky. Want Whitney ken ik wel. Maar toen stonden we echt gewoon allemaal daar in een cirkel. En best wel mensen waren stil. Allemaal een kat uit de boom keken. Maar leuk was het wel. We gaan naar 64. Hoi, patroon. Waar ben jij? Nee, dat is het ook niet. Ook weer een rare leeuw. Yes, time for take off. Yes, we are ready. Hanover! Waar ben jij, Judy? Maar ik ga het wel grappig vinden als op 92. We are going to fly. We gaan weer vliegen op 65. Judy, where are you? Waar zou jij veel beter in willen zijn? Norma! Nou weet ik ook niet. Yes. Technische dingen. Ik ook. Ik denk twee linkerhanden hebben daarin. Nee zeggen zonder schuldgevoel uit te hoeven. Oh, Samantha. Dat gevoel ken ik. Dat is een goede nee durf zeggen. Ik durf sowieso wel nee te zeggen. Alleen mijn gevoel zegt dan weer wat anders. Uitleggen. Alles willen verklaren. Dat zou echt super lekker zijn. Als je gewoon nee zegt en mensen vragen niet door. Nee, ik hoef geen trees. Appie. Nee. Een beurtje. Meer dan meer. Klopt. En na een tijdje gaat hij weg. Dan is het nog tegen wie je nee zegt. Yes, I wanna fly. Look, my ticket. Don't
Yes. Klopt, niet iedereen zou er blij mee zijn. Nee, klopt. Maar dan is het hun probleem, hè? Niet die van jou. Je moet gewoon naar je eigen ik luisteren, naar je eigen zelf. Of een smoesje moeten verzinnen omdat je geen nee durft te zeggen. Klopt. Vier sukker! Why? Hij is echt gewoon mijn stalker. Zeker vandaag. Ik ben hem al 4 keer tegengekomen. Why? Hé, hey, dat is geen 11:30. Ik wist dat ik dat naar mijn hoofd zou krijgen. Hé, hey, er stonden echt rond 32 stemmen van dat ik Judy zou vinden vandaag. Dus ik dacht van, nou, dat is dan wel logisch. Niet of het 's ochtends is. Sorry als ik weer errors heb geoorzaakt in jullie hoofden, maar ik wou hem gewoon nu al stellen. Want dan konden meer stemmen komen in meer tijd. Vijf stemmen, ja. Jammer dat ik niet kan zien van wie ze zijn. Hé, hey, waarom is mijn telefoon niet meer geconnect met mijn WhatsApp? Wat is dit? Ik denk dat je pony hoeft te doen. Je kan de uitslag overspellen. Nou en, ik wil gewoon kijken welke mensen hoeveel jaren komen. Oh, weer die katje. Yes. Yes, we gaan terug. Eentje van mij. Oh, super leuk. Dat jullie ja hebben gezegd. Nou. Yes. Zijn vertrekken. Thank you for the like, Lisbeth. Thank you, Belle. Yay, leuk dat jullie ja hebben geklapt. Yes. Oh, 8 stemmen die hebben ja gezegd. Dat is dan inderdaad logisch. Waar ben jij? Nee, je zoek ik ook niet. Dancehall, yes. Nee, maar dan komt er een extra stinkje in. Maar dan ga ik wel met mijn tijd spelen. Ga ik hem waarschijnlijk naar 's avonds zetten. Want zou nee zijn voor. I wanna fly, yes. Nou, misschien. Yes. 70. Time for takeoff. Er is 1 stem nee. Haha. I knew it. Ik dacht van ik ga nu kijken en er is 1 stem nee. Judy, where are you? Oh. Ik zag roze! Maar het was niet. That's me. Gazella! Dat zou vast een grapje zijn.
Sowieso. Joyce, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou, lieverd? We zijn op zoek naar Judy. Ik heb al 70 noemen tickets gebruikt, maar wees niet verkeerd. We gaan gewoon door. Dus ook wel. Of Rosella zo te verspillen. Thank you for the like, Joyce. Gezellig dat je er bent. We gaan naar Noogma ticket 71. We gaan gewoon door totdat we Judy hebben gevonden. Vorige week heb ik gewoon 313 Noogma tickets gebruikt voor Gigi. Dus in principe moet het ook niet heel erg moeilijk zijn om Judy te vinden. Die heeft Jill de drive, geloof mij. Sowieso komt het goed, Priscilla. Ik wil gewoon Judy vinden. Het liefst vandaag nog. Maar vorige keer kwam ik er twee keer tegen in de avond. Dus vanmiddag gooi ik hem even naar de avond. Of was het nou in de ochtend? Nee, ik gooi er neer naar de avond. Zodat we Judy gewoon gaan vinden. We gaan gewoon door tot 12 uur. En lukt het niet, dan zet ik mijn tijd gewoon terug. Nou, we gaan het verder. Voor vanmiddag. Yes. Ja, naar 72. Het zou echt grappig zijn, want Angela heeft gezegd op 92 kom je daar tegen. Het zou grappig zijn. Ik ben 92 geboren, zij is 92 geboren. Heel veel mensen zijn in 92 geboren, dus het zou grappig zijn. Als ik jullie zou vinden op die plek. Oh, Cynthia, dankjewel voor de like. We zijn op zoek naar Judy. Ik heb zojuist een mail gekregen. En alles gaat beeld bellen. Oh, dat is wel nice. Kan je gewoon thuis blijven. Nee, dat is ook geen Judy. Dat is een nelpaar. Normaal had ik alle nelpaarden al eruit gewerkt. Of heb ik er toch nog één? Oh ja, ik heb er nog één. Die groene. Andere groene. Gene. Elf stemmen zeggen ja. I like it. Kunnen we weer reizen? Ja, dat is wel zeker. Kan je langer in je bed blijven liggen? Yes, doe maar. Time for take off. We gaan naar 73. Dodo. Good flight, my friend. Echt, ik weet echt niet wat ze maken van het huis beneden. Ze zijn continu met het huis beneden bezig. Ah, wegwezen! Die zoek ik ook niet. Twinkle, twinkle, little star. Zo lief. Cynthia, dankjewel. Mwah. That's sweet. Opmerking facetten. Jij staat nu in de fame. Thank you. Langer in mijn bed liggen, zeg je. Nee, dat snap ik. Maar soms moet je er wel vroeger uit. Hier. Naar 74. En zit ze hier. I don't know. Maar dankjewel, Cynthia. Ik vind het super lief van je. Ik hoop dat het een beetje geluk brengt.
Oh, weer dat varkentje. Gaan we niet doen. Samba, wie kent de samba? Shower, kort over 11 tot 11:30. Kwartiertje maar. Wie kan de samba dansen? Echt, als ik dat zie op films, vind ik dat zo kei gaaf. Maar dat is wel met alle dansstijlen. I wanna fly, yes. Yes, thank you. 75, 5. En we gaan weer naar een nieuwe picknickpaar. Pikwik, niet picknick. Wat is de laatste film die je hebt gezien? Oorlogsgeheimen. Dat was 2 dagen geleden. Waarom ben jij daarheen gegaan? Waar ben jij? Weer. Maar de laatste film die ik heb gezien is Oorlogsgeheimen. Oh nee, dat is ook zo leuk. Hij zit terug met de kleine crackers. Dit is een oorlogsgebied hier. Oh. Succes. Maar wat is de laatste film die jullie hebben gezien? Kleine donder. Kan ik me niet echt herinneren. Yes, I wanna fly. Kan ik niet meer herinneren. Kijk jij niet zoveel? Ik ook niet hoor. Eén keer in zoveel tijd kijken we even. Ja, dat komt gewoon omdat er andere dingen tussendoor komen. Wow! Die is zo leuk. Ja, welke stomme kikker. Dus jij was ook iemand weg aan het kikken. Kikker, kikken. Nee. Oh, al 30 stemmen. En waarvoor? Nice, nice. Ja, die heb ik ook al een paar keer tegengekomen op het eiland. Ja, maar weer met je eiland verder. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Ja, dat is van iedereen die zijn eiland plat heeft gegooid of opnieuw is begonnen. Ik ben sowieso benieuwd naar. Straks weer een hele lading aan nieuwe dreamcodes. Kan ik weer eiland gaan hoppen. Als ze klaar zijn. Yes. Ik ga de mijne ook ooit maken. Als mijn eiland klaar is. Anders heeft het natuurlijk geen nut. Weer aapje. Gaan we niet doen.
I am ready. Yes. Maar lukt het een beetje, Cyan? Met je eiland? Echt, soms schrik ik gewoon van wat ze beneden allemaal aan het doen. I wanna fly. Even terug. Ja, voor mij op zich ook. En dan nog nadenken van hoe ik het neer ga zetten. Ja, ik denk echt dat ik vanmiddag een tijd ga zetten in de avond. Dus dat ook nog erger dat ik op Spinneneiland moet. Maar ja, dan kunnen we wel misschien Judy Snedder zien. Want van de week had ik hem s'avonds 2 keer. Ik weet het niet meer. 1 keer ook overdag. I wanna fly. Dus zo meteen weer hunten. Netjes. Twinkle, twinkle, little star. Oh, dankjewel, Cynthia. Dat is super lief. Mwah. Dank je. Zometeen eerst hinten. Nice, nice, nice. Voor wie ga je zoeken? En wie ga je uitkijken? Yes. Thank you for the like. Thank you, Ger. Dankjewel. Doelbeer, meringue of Stitch. Stitches is ook super schattig. Die is ook leuk. Yes. Voor de mensen die net inspringen, we zijn op zoek naar Judy. Gaat het mij lukken, ja of nee? Leandro is gelijk aan het schreeuwen van ja, 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 ja. Ja, kan ik het? Altijd leuk, support van je kiddo. Prachtig. Of met Ellie Donnie. Oh, nee. Oh, kijk. Hij bloed. Oh, dat is een lieve Silla. Super lief. Kom dan, Judy. Ja, echt. Dus ik hoop er één snel tegen te komen. Dat hoop ik ook voor je, want dan kan je daarna weer verder. Met je eiland. Ik ben echt benieuwd wat je gaat maken. Weer een nelpaard. Ben ik weer shiny. En is het tevreden met de krekkertjes? I wanna fly. Beautiful. Yes, I want to fly. 81.
Ja, ze heeft... ...tafel. Nice. Waarom heeft ze dat ook snel gedaan? Want hoeveel minuten geleden ging je weg? En dat ze dan nu al heeft gegeten en zij weer schoon is en de tafel netjes. Nee, om 12 uur gaan we pauze houden en dan ben ik vanmiddag weer gezellig. Even kijken. Oh, zij is ook zo leuk. Maar zij is geen Judy. En we zijn op zoek naar. Yes. Was al aan het eten. Ja, dat snap ik. Heb ik niet meer, Leandro. Yes, use the button. Ja. Nee, we gaan iets eten. Ben je tactiek? Waar ben jij? Waar? We're going to fly, we're going to fly. Yes. 82. Nog 10 te gaan, Zilly komt op 92. En ik ben echt benieuwd of ze daar zit, of daaronder, of daarboven. Waar ben jij? Ah, weer die enge aap. Voor de mensen die hem niet kennen. Die aap. Yes. Yes, ik ben zeker positief. Wat? Ga jij? Ga je weer vallen? Nee joh. Echt, volgens mij waait het hier weer een hele zooi harder. Hoe is het weer bij jullie? Ik hoop dat het bij jullie wat beter is dan hier. Yes, time for take off. 83. En ik heb vertrouwen dat, ze er, dat ik er vind. Even. Waar is het mee? Wat hier? Ja, het is hier ook super. Die echt wel het hard waait. Regen zag ik niet. Ah, weer die enge kansen. Heel daar zo. Maar ik ga ze niet aanspreken, want straks doe ik het verkeerde knopje. Dat een beetje zonde zijn. I am ready! Yep, yep, yep. Gaan we naar 84. Wie is de lievelingsnummer 84? Want misschien zie ik haar wel. Jouw lievelings. Wat denken jullie? Angela heeft gezegd 92. Dat zou ik echt heel grappig zijn, vinden. Yes, time for take off. Dat zou wel grappig zijn, net voor de 100. Eén uur pas. Dat is pas over anderhalf uur. We gaan straks eerst... Dan is het over een half uurtje of gaan we eten eerst?
van mijn getal gevonden heb, was ik wel snel naar mijn sfeer. Oh. Was ik inderdaad wel heel snel. Dat is grappig. Ik ben benieuwd. Nummer bel je zo, kan nog aan. Ik ben nu ook begonnen, ben benieuwd. Succes! Diana. Ik ga het echt grappig vinden als jij het jullie vindt. Yes. Is het kangaroo eiland of zo? Ik zit de ene kangaroo naar de andere kangaroo. Geef me beertjes. Ik wou zeggen of iets anders schattigs, maar we zijn natuurlijk op zoek naar Judy. En wie heeft Judy ook op haar eiland rondlopen? En wat vind jij het leukste aan Judy? Of vind je er totaal niet leuk? Yes, tijd voor de. Yes. Ik op winnaars eiland. Het is leuk. Ah, zo cute. Ik zou nog wel willen. Ik heb een zak. Winners eiland, nice. Whitney! Hi Whitney, ik kom niet voor jou. Ook al is zij wel hartstikke. Ik heb er gehad op Mercy. Ja, ik heb zoveel gehad op Mercy. Ik heb heel veel mensen in een uitlaat. Maar behalve mijn dreamies, die gaan niet meer weg. I want. I want to fly. Dat weet ik nog niet. Ik weet het echt niet. Ik heb sowieso mijn dreamies al bij elkaar neergezet. Bij de huisjes. En dat klopt precies. Maar als ik het in een driehoek doe, kan ze net daarvoor nog gaan wonen. Maar dan heb ik er 4. Die ik elke keer weg wil gaan doen en zo. Sowieso zal zij niet heel snel weggaan. Dat sowieso niet, want het is leuk. Maar of ik daar aan de andere kant zet, dat weet ik nog niet. Jessica, je vriendje. Yes, we are going. Ook zo lekker. Nederlands en Engels tegelijk. Jij buik, ik krijg straks eten.
Nee, mama wel hoor. Dit is lekker te knorren. En je mag lekker nog een half uur wachten. Okay, we're going to fight, my friend. Ja, dan was me lekker aan het napraten. Waar ben jij? Oh, doei doei. Die ken ik niet. Is dat een leuk, schattig beestje? Of juist heel stoer en groot? Ik heb iets te veel gegeten, denk ik. Oh. Heb je tenminste wel geen honger meer? Nee, wat ik straks ga maken voor lunch, geen idee. Oh, een fles. Een sinaasappelkastje. Oh, die! Die is super leuk. Die kwam ik gisteren ook tegen. Nee, nu misselijk. Oh. Dat is niet fijn, nee. Nee, ik ben 80. Bijna bij de 92. Ben benieuwd. Oh, weer hij. Weer de verkeerde beertje. Diana is giftig. Nee, echt. Die laat ik echt niet van mijn eiland gaan. Ik hoop het ook voor je. Yes. Nee, dat is een beetje te veel, hè? 901. Zover ben ik echt nog niet. Wat is jouw mooiste avontuur? Dat is de vraag. Wil je beantwoorden, mag dat. Wil je hem niet beantwoorden, is dat natuurlijk ook. Eanna die zegt gelijk van, met mij? Ja, tuurlijk. Zo, ik doe mee. Even een middagdutje. Oh, lekker. Oh, nop. Dit is roze, maar niet de juiste. Hé, hey, gaat het goed daar? Okay. Ja, meester gaat hier. Ik hoop voor je dat ze in bed wil liggen en dat ze dan gaat slapen. De andere wou dat ze middags niet. Ik denk van ja, dan wil ik liever op de bank slapen omdat ik dan bij jou ben. Kunnen we het ook weer doen? Eén en één. Ik neem je altijd mee, lieverd. Hier was het 6 uur. Hier ook. Mijn wekker ging om 6 uur. Maar ik kwam pas 6:15 het bed uit. Ik was er in slaap gedonderd. Mijn bed ligt gewoon veel te lekker in deze tijd. Waar ben jij, Judy?
Nee, jij bent geen Judy. Echt, ik heb een paar stappen gezet en ik ga het niet. Ja, nee. Is er energie natuurlijk ook nog. We gaan naar 92. Nou, Angela, ik zit op 92. Ik ben benieuwd of ze er staat, ja of nee. Even tikken. Voor 25. Dat zijn wel mooie tijden. Nou jongens, we gaan het zien. 92. Oeh, 17 stemmen dat ik gewoon weer moet gaan streamen vanmiddag. Check! Gaan we niet doen. Oh. Nee, ik heb die andere. Yes. Oh, ga jij je eiland in het tropische thema doen? Super cool. Je kan de app downloaden van Animal Crossing Live. Of Light. Nou, Live of was het nou Light? Ja. ACNH Live. En daar staan alle bewoners in. Ook die je kan zoeken. Dus als je iets leuks zoekt wat erbij past, zou ik die app erbij pakken en gaan kijken welke jij leuk vindt. En dan kan je dat opschuiven van wie dat is. Ik heb echt eten nodig. Mijn hersens werken nou niet meer. Maar we gaan nog even door tot de 100. Moet lukken toch? Iemand zei nog 99 en iemand zei 101. Dus we zullen het zien als ik op 99 iemand tegenkom. En anders gaan we vanmiddag gewoon verder. En dan zien we het op. Maar sowieso zal het straks donker zijn. Want ik ga mijn tijd ervoor uitzetten dat ik 's avonds aan het hunten ben. Yes, we need to go home. Yes, ready. Maar super leuk dat je dat gaat doen. In het tropische. Dan weet ik dat er een leeuw is met een zonnebril en zo'n shirtje alleen aan. En die denkt dat het altijd zomer is. En ik weet niet meer hoe die heet. Yes. Ben ik ook niet. Ik zou dan de app erbij gaan pakken en kijken welke bewoners er zijn. En kijken van welke jij het leukst vindt en het beste erbij vindt. Ik vind het gevaagd, maar wel een super leuk idee. Oh, die is ook zo leuk, maar het is geen Judy. Yes, I am ready. Ja, dan gaan we naar eiland ticket 95. Spannend, spannend, spannend. Ik voel me zo lui.
Ik heb drie van mijn drie laten gaan. Ik ga voor... Dat snap ik. Oh. Dus hij heeft gewoon jouw plekje ingenomen. Oh Monty, je past precies bij mijn eiland aangezien het met de honden te maken heeft. Maar ik ben op zoek naar jullie. I'm ready. Oeh, 18 stemmen van dat ik moet gaan streamen. Ja, we gaan streamen vanmiddag, lieve mensen. Er zijn meerderheid. Er is een meerderheid, dus we gaan vanmiddag gewoon verder streamen. Oké. Okay. On a flat. Daar moet ik. Maar groot gelijk, als dat het lekkerste plekje is, waarom niet? Het zou wel heel grappig zijn als ik nu nog tot en met ticket 100 haar vind. Echt grappig zijn. Maar vanmiddag gaan we dan gewoon verder op zoek naar Judy. Sowieso zet ik mijn tijd in de avond, zodat we avond kunnen hunten. Ja, dat zien. Money Island. Is Judy dan hier ook? Hey, Bam zit hier. Die is ook zo leuk. Ja, want het laatste stuk was dus een lange licht. Klopt. Dat hebben wij ook. Soms ligt Leander daar en dan moet hij altijd weg omdat Mark daar op wil zitten. Ja, liefie. Ja, Alt F4. Ja, EO eigenlijk. Ja, Alt F4, dan sluit je hem mee af. Heb je het al geprobeerd? Hey! Jou heb ik nog nooit gezien. Wie ben jij? Hier. Zo. We zijn compleet bijgewerkt. Cool power! Dankzij. Maar dat is al lief. Yes. Ja, door 68. Ik vind het spannend. Het worden steeds meer nog een ticket. Maar zal ze Gigi overheen gaan of niet? Anders haal ik straks gewoon mijn plaatje weg. Dan zoek ik haar niet meer op.
Renate, gezellig dat je er weer bent. Wat de... Park. Dadelijk, kom. Lekker, ja. Oké, okay, als ik in die hoek zit, word ik ook altijd weggejaagd. En Leanne trouwens hetzelfde. En dan zit ik zo lekker en dan wil ik de tv gaan kijken. En dan zeg ik, ga schuiven ze op. Zeg ik, hoezo? Ik zit er toch? Hoe ik wil zitten. En ik, ach. Oké, okay, ik ga weer naar de andere kant van de bank. Veel plezier. Ah, wat is? We gaan naar 99. Oké, okay, iemand had 99 gezegd. Ben benieuwd. Echt alles, maar ook echt alles is nog. Olsen! Dat is bellen! Ik denk dat het helpt. Nee, ik denk dat ik straks even ga dweilen hier thuis. Aangezien Mark toch op kantoor is, kan ik gelijk het grond even goed krijgen. Bertje! Niet! Netjes. De wasmachine is beschuldigd, klopt. Maar dat is wel Balor, Sayan. Ik hoop dat alles sneller droog is. Maar wie heb jij allemaal al gevonden, Sayan? Ik hoop niet dat het in 3 fout is. Het zou wel Balor zijn. Nee, vertekend al. Alleen maar stop. Oh. Ik ben al wel wat leuke tegengekomen, maar nog geen Judy. En ik ga lachen als ik straks op het team en jij zegt van ja, ik heb Judy. Dat zou ik echt grappig vinden. Alarm mij niet met creatief. Ja, nee, dat snap ik. Oh, grumpy. Ja, dat zei ik vanochtend ook al op haar post. Van ze wisten, vinden je niet meer zo lief. Ja, vanmorgen hier een indoor zwemmen gehad. Ja, en het beviel ze niet. Maar dat is logisch. Nou, we gaan naar 101. Maar ik kon 105 van voordat ik ga stoppen. Yes, is het zo man? Oh, wacht, natuurlijk. Even ook mijn tickets halen. Die is op bijgewerkt. Apparaten waren zo jaloers dat ze... Klopt, ik denk het ook. Goed gelijk. Oh, kijk eens wat de lees dan. Zij staat eten. Ja, dat gaat ook zo. Maar ik maak er nog even 105 van. En ik. Want jullie hebben mezelf gestemd dat ik terug moet komen vanmiddag. Gaan we dat ook doen? Ga je voor een jonkie. Hahaha.
I want a vlieg. En de Noema tickets heb ik al bijgewerkt. We gaan gewoon vliegen. Ja, lekker ding ook. Yes. Die zit hier. Iemand had 101 gezegd, dus ik ben benieuwd. Zal ze hier zitten, ja of nee? Weer op Money Island en weer die groene. Oh, groene beer. Ben jij? Oh, jij. Heb ik ook niet nodig. Ze kijkt echt zo zeer. Gaan we ook naar gedragen. Gaan nog verder vliegen. Bellen ze aan bij jou of bellen ze aan ergens anders? Maar kwamen ze niet de wasmachine halen? Paat was er. Maar niet naar binnen laten hoor. Als hier iemand zou aanbellen, zou ik hem ook niet op hier back zetten. Arsje, niet vertrouwen, politie bellen hè. Nee, maar als hier iemand zou aanbellen, zou ik hem ook nu niet op Be Right Back zetten. Zou ik hem ook gewoon aan laten staan. Nou, dat er wat gebeurt, horen jullie me tenminste. Aangezien Mark niet thuis is. Hey, ik zoek jou niet. De tango. Oh, dat lijkt me zo mooi dansen. Als ik dat zie, hoe strak dat soms is. Ga naar 103, jongen. I wanna fly. Waar moeten ze bij iemand zijn dan? Voordeel van mijn galerij. Ja, nee, dat is logisch, Joyce. Nee, ik zit wel te ver van de ingang. Is goed, Sien. Hier, Money Island. Cool, zij ziet er best grappig uit. Ready to go home. Yes. Heb ik ook gezien. Wij kijken soms ook naar beneden. Soms wordt er aangebeld en dan nemen we op en horen we vreemde mensen of. Inderdaad, ook kinderen en dan kijken we alleen naar beneden. De deur natuurlijk niet. Dat is wel nice. Oh,
dan is het al fijn als je oranje ziet. We zijn op 104 beland. Iets dat. Oké. Kijk op, eiland. Dat is wel nice dat je iedereen kent. Die er wel hoort. Heb je Sven nou al gebeld of neemt zijn telefoon niet op? Hier rende huis. Dat is niet wat ik hoorde. Dat is wel nice. Nee joh, die neemt niet op. Nee, als ik Mark bel, neem die ook nooit op. Maar goed, we gaan naar nummer 105. En daarna ga ik even pauze houden. En even school doen met Leandro. Zorg dat hij heeft gegeten. Nog even snel dweilen. Aangezien een grote meneertje hier niet is, kan ik gewoon rustig mijn huis stofzuigen en zwifferen en dweilen. En daarna ben ik ongeveer rond 2 uur weer terug. Jullie hebben ook lekker pauze. Ik weet niet of ik jullie terug ga zien. Agnes! En anders een hele fijne middag en avond. En tot morgen. En voor de mensen die wel straks terug... Tot straks. Helaas heeft Judy niet in de 105 Noekma tickets gezeten. Dus we gaan vanmiddag gewoon weer terug. Verder met Judy zoeken. Minder. Tot straks. Gezellig, Marianne. We hebben ook echt bij jou aangebeld. Oeh, ik wil meer weten, Sienna. Maar goed, dank jullie wel voor de sterren, voor de likes, voor de nieuwe followers, voor de shares. Dank jullie wel voor de gezelligheid en dank je wel dat jullie de vragen hebben beantwoord. Ik ben straks weer terug. Ik ga even pauze houden en dan gaan we weer verder zoeken naar Judy. Gaat het me lukken, ja of nee, of moeten we morgen verder? Dat zullen we straks zien. Ik ben ongeveer om 2 uur weer terug. Ga je vanmiddag verder? Yep, we gaan vanmiddag verder met Salita. Salita. Jij met Salita. We gaan vanmiddag verder zoeken naar Judy. Gaat het me lukken, ja of nee? We zullen het zien. Tot straks. Doei doei.